NV is vandaag bij volleybalvereniging Club Touché. Heb je nou altijd al willen volleyballen en bij een leuke club willen zitten? Blijf dan zeker kijken en laat je verrassen. Arthur, waarom is volleybal zo'n fijne sport? Nou, ik denk omdat je het in teamverband kunt doen. Het is een teamsport, dus je moet het met elkaar doen. En daarnaast zit er een net tussen. Dus als je met elkaar aan het spelen bent, dan is het wat minder blessuregevoelig. Dus ook van jong tot oud kun je het blijven spelen. Ja, want is het nou voornamelijk competitiegericht? Ja, in de meeste gevallen wel. Al merk je wel, en dat zul je straks ook zien, dat we ook met recreanten, die spelen eigenlijk geen competitie. Eén keer in de maand, dan doen ze voor de lol, doen ze een wedstrijd. Maar het meeste is wel gericht op competitie. Er zijn verschillende teams. Welke teams zijn er? Nou, de heren hebben drie teams. We hebben het damesteam, we hebben de juniorenteam, zowel meisjes als jongens. En daarnaast hebben we het minivolleybal, circulatie minivolleybal. En dat is erop gericht om de jeugd in kennis te laten maken met balsporten en uiteraard volleybal. Ja, want wat is het verschil tussen de volleybal van de minis en van de andere leden? Nou, de volleybal van de minis kent aangepaste regels. Dat gaat ook per leeftijdscategorieën. We kennen zes categorieën. En elke keer als je wat ouder wordt, dan word je ook geacht een niveau hoger te gaan. En eigenlijk begint het met een heel klein veld. En het overgooien van de bal. En weer vangen en weer overgooien. Zodat je echt het gevoel krijgt voor de bal en pas later de techniek gaat leren. Een team bestaat uit 6 spelers en het is natuurlijk de bedoeling dat jullie zoveel mogelijk punten kunnen halen. Hoe kan je dat nou doen? Nou, door bijvoorbeeld de service als die op de grond komt bij de tegenstander. Doordat als bijvoorbeeld de tegenstander een fout maakt, bijvoorbeeld door hem in de net te slaan, kan je ook een punt maken. Maar het kan bijvoorbeeld ook als je hem afblokt. Hoe gaat dat dan? Nou, dan speelt er bijvoorbeeld de tegenstander bijvoorbeeld net over het net. Alleen dan ga je bij het net staan en dan spring je met je arm omhoog en dan is de bedoeling dat hij dan afgeblokt wordt zodat hij op de achtergrond van de tegenstanders komt. Ik ben Anja Pijl Westerhuis en ik geef training aan meisjes C. Dat hebben we nu een jaar gedaan. Op een hoog niveau, we waren iets te hoog ingedeeld, maar we hebben het goed gedaan. En de volgende die hier naast me staat is... Renate de Geus. Marjolein. Vedrana. Laura. Anouk. Anna. Sjaan. En Sjaan. Dat is het team van dit moment. En we gaan even een oefening doen met spelverdelen en aanvallen. En we proberen die mannen te raken. Gaan we doen. Ik ga even één iemand hier bij het net, die gaat spelverdelen. Daar begint Renate mee. En de rest gaat in een rijtje staan, aanvallen. En ik gooi de bal aan. Wat is de functie van de bal? Ja, de bal, daar spelen we mee. En de bedoeling is dat we in 3 keer spelen de bal naar de tegenpartij spelen. En de bedoeling is dat zij hem dus niet kunnen pakken, dat de bal op de grond komt. En dan heb je een punt. En dat moet wel binnen bepaalde lijnen. En we hebben daarvoor een net ertussen staan. Ja, want wat is de functie van het net? Dat is een scheiding tussen de 2 teams. De bal moet over het net heen. Hij mag ook tegen het net aankomen en dan eroverheen rollen. Dat mag. Maar wij als spelers mogen niet aan het net komen, in principe. Er zijn wel nieuwe regels voor gekomen. Maar in principe mag je zelf niet aan het net komen. Ja, want ik zie ook 2 antennes. Waarvoor zijn die? De antennes geven aan wat de buitenlijn is. Want op de grond zie je gele lijnen. En
rechterboven is de antenne, zodat de scheidsrechter kan zien of de bal uit is geweest of in. Dus of hij gaat eromheen of hij raakt hem aan, dan is het in ieder geval een punt voor de tegenpartij. Dus het is de bedoeling dat de bal gewoon tussen de antennes blijft en anders is die uit? Ja, dat is helemaal correct. Marjolein, waarvoor heb je voor deze sport gekozen? Omdat mijn broer er ook op zat en omdat ik het leuk vond. Hey, waarom vind jij het zo'n fijne sport? Nou, je bent met een team en dat vind ik natuurlijk het belangrijkste. Mijn ouders vonden ook dat ik in een team moest gaan spelen. Laura, hoeveel keer in de week trainen jullie? 1 keer in de week op maandag. Kan je ook meerdere keren trainen als je dat wil? Ja, kan je op zondag, geloof ik, is er extra training. Maar dat is alleen voor vrijwilligers, geloof ik. Anouk, ben jij een competitiegerichte speler of meer een plezierspeler? Allebei een beetje. Ik vind het wel heel leuk om een wedstrijd te spelen, maar ik vind het ook wel leuk om gewoon met z'n allen te spelen. Sjaan, ik heb gehoord dat jullie ook op kamp gaan. Heb je daar al zin in? Ja, heel erg. Weet je ook al wanneer het is? Nee. FC Touché! Jullie zijn niet alleen gespecialiseerd in het volleybal zelf, maar jullie doen er nog heel veel dingen naast. Zoals wat? Nou, we hebben natuurlijk een gezellige vereniging, hè, zoals je met verenigingen doet. We organiseren voor de jeugd elk jaar een jeugdkamp, ergens in juni. We hebben voor onze eigen leden elk jaar het oliebollentoernooi om eigenlijk een nieuwjaars te vieren. En in juni ook hebben we het buitentoernooi en dan mogen ook mensen die geen lid zijn van Touché mogen daaraan meedoen. En dat is nu op 7 juni. En proberen het met z'n allen toch heel gezellig te krijgen. Als de kijkers thuis graag willen meedoen aan deze sport, is dat mogelijk? Ja, dat is leuk zelfs. Iedereen kan 3 keer meespelen en daarna besluit je of je wel of geen lid wil worden. En op het moment dat je mee wilt doen, kun je het best even op onze website kijken. Een mailtje sturen naar het contactadres. Zodat wij kunnen bepalen op welk moment je het beste kunt aansluiten. Want als je mini bent, dan moet je ergens 's avonds vroeg komen. En als je heer mee wil spelen, dan kun je beter wat later komen. Dus mail even en dan passen we het even in. Zo enthousiast geworden over deze leuke en gezellige sport? Kom dan op maandagavond naar de Trits.